De COVID-19 maatregelen zijn wederom verscherpt. President Chandrika Prasad Santokhi heeft zaterdagavond aangekondigd dat de avondklok nu geldt van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Het verbod op een samenscholing van meer dan 5 personen geldt volgens de president voor het feesten in publieke en private sfeer, in gebedshuizen en overige religieuze bijeenkomsten en bij het overbrengen van condolences bij begrafenissen. De verscherping van de COVID-19 maatregelen is bedoeld om de recente uitbraak de kop in te drukken. De president heeft minimale beperkingen opgelegd aan activiteiten die in de open lucht plaatsvinden, zoals sporten of restaurants met een open terras. De opening van restaurants en andere eetgelegenheden wordt zoveel als mogelijk beperkt tot afvalservice, met uitzondering van restaurants met terrassen en voldoende open ruimte waar men met inachtneming van de algemene maatregelen de fysieke afstand en de hygiëne kan garanderen. 4. Alle sportscholen en centra zijn tot nader orde gesloten. Ook contactsporten zijn niet toegestaan. Alle sportactiviteiten die in de buitenlucht plaatsvinden, mogen uiteraard plaatsvinden, gezien de buitenlucht bijdraagt tot de versterking van de gezondheid. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten niet zijn toegestaan. 5. Alle besloten faciliteiten, zoals casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, bars, clubs, dancings en bordelen zijn gesloten. 6. Contactberoepen, zoals kapsalons, barbershops en binnen de fysiotherapie, mogen wel operationeel zijn onder de voorwaarden dat er voldoende ventilatie aanwezig is in de werkruimten en de algemeen COVID-maatregelen worden nageleefd. Verder haalde de president aan dat de markten vooralsnog open blijven. Santokhi benadrukt dat dit volgens de stringente COVID-maatregelen moet. Ook zegt hij dat de mogelijkheden voor drive-through markten bekeken worden. Het onderwijsproces voor de examenklassen op alle niveaus blijft gehandhaafd met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. 9. De operatie Dringdresi Waktisiki gaat onverkort verder. De minister van Buitenlandse Zaken zal nadere gesprekken voeren met de buurlanden over de wijze van samenwerking bij de grenzen. 10. De overheid en het bedrijfsleven blijven indachtig de bevordering van productie en ontwikkeling normaal hun diensten leveren. Dit met inachtneming van de COVID-19 protocollen. 11. Essentiële diensten die tijdens het uitgaansverbod productie moeten leveren, kunnen daarvoor dispensatie aanvragen. Ook bij de levering van die diensten moeten de COVID-19 maatregelen in acht worden genomen. Dat was president Chandrika Prasad Santokhi. Afgelopen zaterdag kondigde hij enkele verscherpte COVID-19 maatregelen aan. De president zegt dat het dragen van een mond-neusbedekking, het houden van een fysieke afstand van 1,5 meter en het regelmatig desinfecteren van de handen nog steeds de verplichte maatregelen zijn.